Soms worden er botresten gevonden als men aan het graven is voor de aanleg van een nieuwe weg of een nieuwe wijk. Zo ook vorig jaar in de Stroom S in Borne. Voorzichtig werd de grond onderzocht door mensen van het Natuurmuseum in Enschede voordat de bulldozer weer een laagje afgroef. Het waterschap heeft het Natuurmuseum Enschede om raad gevraagd, waar na onderzoek werd vastgesteld dat het om een wolharige mammoet gaat. Als we uitgaan van 10.000 jaar geleden, was het hier een soort parklandschap. Op het einde van de laatste ijstijd die Nederland niet bereikt heeft. En toen leefde hier de mammoet gewoon. En hij is waarschijnlijk ter plekke gestorven. Je moet je voorstellen, we staan nu op 2,5 meter diepte. Waar we nu op staan is waarschijnlijk een rivier of beekbedding geweest. En het dier is of ter plekke, of stroom opwaarts als kadaver in het water terechtgekomen. En hierheen gespoeld. En wij hopen natuurlijk dat het compleet hier is blijven liggen. Maar daar zijn nog best wat vragen over. Maar het echt bijzondere aan deze plek is dat wij denken dat alle onderdelen die tot nu toe gevonden zijn aan één mammoet behoren. Het grootste aantal botten van één mammoet in Nederland gevonden, dat was ergens in Brabant, is 24. En als we dan van uniek spreken, wij hebben er nu die 20 gevonden dus. Thank you.